Goed! Yo fam, ik ben hier met mijn vrienden en mijn vrienden. Wij zijn vrienden voor het leven. De schuld van iedereen. Mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Vandaag heb ik weer twee gasten in mijn video. Want ja, tegenwoordig is alleen video's maken moeilijk. Want dan moet ik jullie allemaal gaan vermaken in mijn eentje. En Nina gaat nu uitleggen waarom dat niet leuk is om naar te kijken. Ik hoor eigenlijk niet zo goed wat je zei. Mocht jullie niet weten wie het is, dit is Nina. Dit is mijn liefde en mijn lust en mijn leven. Ja, zeg ik dat goed? Ja. Dat is een beetje overdreven. Nee, wil je nog wat leuks zeggen tegen de mensen? Hey. Zeg even iets leuks. Hoog en Nina. Jart is aan de beurt. Ah, jammer. Dit is Jart. En Jart is mijn 3 jaar jongere broertje. Ja. Leg even uit. Nou, eerst kwam Kelvin eruit en toen 3 jaar later kwam ik. Ik heb vandaag iets leuks en speciaals voor jullie, namelijk ik heb deze even voor jullie. Weet je? Yes! We gotta still do it. Ik wou wel een klein beetje, ik heb wel ik een beetje... Mam, jij zit alleen maar wijntjes te drinken hier. Dat zijn we niet verantwoorden. Nou, demonetization. Demonetize. Dankjewel, Nina. How we gonna pay for this house right now? I am paying for the house right now. Wow! Exposed! Niet knoeien. Het is geen gasmasker, hè? Ik wil gewoon niet weer rode spetters om mijn shirt hebben. Dat is altijd. Ja, dat is waar. Dit is niet mijn broer. Jart is eigenlijk mijn... Soort van. 12 na beste vriend. Hier is je quizmaster, Jart! Het is niet makkelijk om... Ik was de enige die kon vandaag. Als Calvin zijnde heb je gewoon, is het gewoon heel moeilijk om al je vrienden nog op één hand te kunnen tellen. Wim, Darm, Stin, Jonathan, Lomtef en Kanta. Niet vergeten, Postie. Oké, vandaag zijn we hier om een hele leuke, spannende, meest awesome en grappigste video ooit te maken. Yo, ik heb zo'n dingetje erin. Gewoon basilicum. Wow. My man, don't even try. It's the forbidden fruit. Ik ben een zeer creatieve jongen en dat betekent dat ik altijd de meest briljante ideeën ooit voor video's heb. Daar zijn jullie inmiddels wel achter. Maar vandaag was het even anders. Ik dacht, weet je, ik weet toch allemaal niet zo goed wat ik moet doen met mijn leven. Ik dacht, ik nodig jullie gewoon uit. Jou heb ik niet uitgenodigd, want jij woont hier. Om een gezellig videootje te maken voor de kijkers thuis waar ze ongetwijfeld van gaan smullen. Dus like alvast even. Die was subliminal. We gaan vandaag kijken wie van jullie mij het allerbeste kent. Ik heb sowieso... Wat doe je nou? Ja, weet ik. Oké, we gaan kijken door middel van een aantal vragen wie van jullie mij het beste kent. Een voorbeeldvraag is bijvoorbeeld, hey, welke weersomstandigheden vind ik het prettigst op de woensdagmiddag om 2:30? En dan zeg jij... Hagel. En dan zeg jij... Tom. En dan zeg ik, Jart had het goed. Maar hoe weet ik nou dat jij niet onder één hoedje speelt met Jart? Ja, dat weet je niet. Misschien heb ik het bij voorbaat sowieso wel goed. Hoe weet hij dat ik het niet met jou onder één hoedje speel? Want die kans omdat is groter geweest. Omdat Jart nu gelijk alweer goed heeft. Ja, maar dit was een voorbeeldrondje. Jeetje, ik probeer hier gewoon even normaal een spelletje uit te leggen. The game is rigged. Rigged? Rigged? Wat is rigged? Waar is Rick? Wie is Rick? Ben je er klaar voor? Ja. Jongens, sorry als het donker is. Waren er maar dingen als lampen? Ja. Widescreen, 10 hours. 3, 2, 1. Ja! Wow! Kijk wat voor rare witte vlekken. Kijk dan lekker! Kijk mijn hoofd! Alles toch mooi? Ik ben half wit. Oké, switch places. Ja, beter. Kijk, ik vind het een prima plek om te zitten. Ik heb heel veel ruimte hier. Ik ben ook zielsgelukkig. Kijk al die ruimte die ik hier heb, die hangt daar niet. Laat ik het eens even altijd zeggen. Degene die van jullie twee deze aflevering doorstaat, wint een jaar lang exact niks. Dat is best vet. Ja, dat doen we het voor. Nice. Box. Nou, even echt boxy. Nee. Maar ik flash je echt niet. Ik beloof het op onze relatie. Kijk maar aan als je dat zegt. Ik beloof het op onze relatie. Mooie vlek op het kleed. Nee! Kijk nou! Hey, ik ben er net klaar voor. Jullie zijn vet tijd aan het rekken. Ik ben er al heel klaar voor. Ik ben ook klaar voor. Waar is de afstandsbediening, goos? Zijn we klaar voor de allereerste vraag? De regels zijn als volgt. Ik stel de vraag, je denkt heel even na. Ik tel af van 3 naar 0 en dan zeg je tegelijkertijd het antwoord. Moet het niet alsnog wisselen nu weer? Want aangezien nu het licht weer zo is. Maak het dan niet zo moeilijk. Oké, maar doen we het op 0 of doen we het op... Je zeg maar 3, 2, 1 en antwoord. 0 moet zeggen. 3, 2, 1, antwoord. Maak het dan niet zo moeilijk. Ik heb 1 keer eerder zo'n video gemaakt, maar dat was met Quinten. Sorry, dat was mijn andere beste vriend. Maar ja, ik heb schijnbaar meerdere beste vrienden. Maar ja, Quinten was druk vanavond, dus... Ja, ik weet het. Daar had ik van die standaard vragen van, wanneer ben ik ontmaagd? Gaan even wat specifieker in op mijn leven, omdat jullie de details inmiddels ook wel een beetje weten. Ja. Snap je? Ja, ik snap het, maar dan wordt hij wel moeilijk. Ja, het is wel een lastige. Yeah. Focus! Focus als een lens. Iets waar ik heel bang voor ben, maar wat ik stiekem wel echt eens moet doen van mezelf. Er is dus iets in mijn leven waarvan ik denk, oké, ik moet het eigenlijk gewoon doen, maar ik ben er stiekem wel angstig voor, maar alsnog. Ik weet het denk ik. Ik ben Jart en ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Eet trouwens nog even lekker paprikaatje. Doe dat even. Zijn jullie klaar voor? Ik ga gewoon aftellen. Kom op, Jart. Ja, dat wil ik wel. Doe het. Oh, wacht, ik weet hem. Nee. Ja, ik denk het wel. Oké. Ja, ik denk iemands been slaan. Dat was hem. Dat was de hint. Ik weet het. 3, 2, 1. Skydiving. Parachute springen. Dat is hetzelfde. Die hebben we allebei goed. Shit. Nou, omdat die mijn mat hier. Hey, bros before hoes, toch? Is ik mijn no? Nee. Ik ben gewoon bang dat als je het dan een keer hebt gedaan, dat je het dan zo leuk vindt dat je verslaafd gaat aan skydiven. En dat is echt duur. Ik ben het bang voor het gedeelte waarin je zeg maar dood kan vallen. Mm-hmm. Oké, we gaan door. Nou, hoeveel biertjes ben ik dronken? Vind ik zelf. Maar aangeschoten
strikvraag. Kijk, ik kan je vertellen, na een biertje of drie, en als je het snel even opdrinkt, dat vind ik aangeschoten. Maar echt gewoon dat je denkt, oké, Jelvin is... Heb jij dat ooit wel meegemaakt? Ja, sowieso. Ik weet nog wel een moment waarop. En jij ook. House party was good, man. Oh, tuurlijk! Was dat nog in je oude huis? Ja. Ja. Oh ja. Zeg het maar, hoeveel van deze goudgele rakketjes moet ik in mijn lichaam hebben om dronken te zijn? In wat voor tijd? Ah, gewoon. Kom op. Degene die het dichtst bij zit, krijgt het puntje. 3, 2, 1, 8. What the fuck? Zijn wij niet beste vrienden? Is dat... Wow. Hey, ik had 10 in mijn hoofd. Oh, ja, maar je bent na 3 aangeschoten en dan ben je na 10 dronken. Want ik zou dus bij jou eerder zeggen dat je zegt na 6 aangeschoten. Ja, dat dacht ik ook, man. Voor het spel maakt het niks uit, want jullie hebben het allebei goed of fout. Maakt mij niet uit. Oké, we gaan door. Ja. Focus. Ik ben gefocust. Oké. Wow. Welke plek staat er bovenaan mijn bucketlist? Even een gemakkelijke. Hint, het is niet Hutteheuvel. 3, 2, 1, New York. Hé, hey, lekker man. Lekker man. Dat is nog steeds gelijk. Oké, maar nu gaan we over op eventjes de pittige vraagjes. Dit is een leuk, interessante, creatieve vraag. Bedenk een perfect verjaardagscadeau voor mij. Ja, hou je bek. Ja, nee, fuck dat, want ik heb er eentje. Maar die ga ik pas aan je geven voor mijn maat. Dat heb ik dus zo. Het maakt niet uit hoeveel geld. Oké. Die is duur. Nee, hoeft niet. Nee, maar ik heb geen antwoord in mijn hoofd. Maar je moet gewoon iets bedenken. En dan ga ik zeggen, oh ja, dat vind ik het vetst. Oké. Om te kijken wie mij het allerbeste kent. At this point, ik heb geen idee. Maar dan moeten we onze beurt zeggen, toch? Ja, maar dan kan je wel een beetje van elkaar raden. Typ het er even in je telefoon, joh. Oké, dan typ het zo moeilijk. Ik ga even nu met die telefoon typen. Oké, ja, ik heb hem gewoon... Oké, ik ook. Oké. Ik had gezegd, jij bent sowieso niet zo materialistisch. En je had net gezegd dat je heel graag naar New York wilt. Ik zou je een vakantietrip naar New York aanbieden. Nee, hou op, Jart. Jart, wat heb jij bedacht? Let me show you. Reis naar New York! Nee! Hoezo? Zijn jullie niet gewoon één persoon in twee lichamen? Wat? Geef je dus wel hetzelfde signaal af? Ja. Hey, jullie staan nog steeds gelijk. Noem één van mijn twee levensmotto's. Met uitzondering van doe eens gek, je bent normaal genoeg. Hey. The fuck, dat is één nog niet weet. Ik heb eigenlijk 3. En één daarvan is doe eens gek, je bent normaal genoeg. Maar die andere twee, it's a personal thing. And if you really know me, you know that the personal thing. Als je nou gewoon English. Even je back out, dan moet je nadenken. Ja, Jezus. Denk dan eens even na, joh. Als ik het niet weet, is het ook het antwoord. Ik ga nu wel bijna een beetje aftellen. Oké. 3, 2, 1. Leven! Doe wat je wil! Alles kan gebeuren. Sta open voor alles. En niet van alles. En elkaar. Iets met bouwen. Ik kijk even naar de jury. Oh, het is fout! Fuck! Maar wat was het dan? Het is fout. Oh, je levensmotto is fout. Nee. Alleen één hoor. Oké, nou gaan we door. Leef in het moment. En pick your battles. Oh. Ah. Die ken ik allemaal. Ja. Maar jij hebt toch een Lego blokje ook van je moet toch een bouwen. Ja, maar dat is blijkbaar niet een van zijn twee motto's. Nee. Die heeft jongen opgeschreven is een Kelvin boekje. Nee, maar dat, jij zei bouwen met stenen. Oké, even een basic vraag. Wat doe ik het liefst als ik me verveel? Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat we allemaal onze oksels een beetje zweten, maar... Ja. Het is toch even tijd om antwoord te geven. Oké. Wow, leeuw! Shout-out naar deze leeuw. 3, 2, 1. Werken. Muziek luisteren en alcohol drinken. Als jij je verveelt, dan ga je werk zoeken. Je moet eigenlijk als het niet werk is, dan moet je zeggen, wat doe ik het liefst naast werk? Ja. Dit was mijn antwoord. Ah, oh, lekker niet, hè? Dit was een goede antwoord. Ja, jouw antwoord was ook heel goed. Ja. Muziek luisteren en alcohol drinken. Nee, maar eerlijk, altijd. Als je echt even klaar bent... Nee, dan ga ik een serie kijken. Dus alsnog had je het fout. Ja. Echt klaar. Doe je dan alsof jij mij beter bent dan kent? Ben jou beter? Pas goed. Met hoeveel views op een video ben ik tevreden? En laat even zeggen, binnen een week. Die weet ik. Oké, tel maar af. Ik heb honger. Oké, ik moet zelf ook even een antwoord bedenken. Nee. Jij hebt dit 2 weken geleden in een andere video gezegd. Dus je mag niet afwijken van dat getal. Oeh. Ik weet dat niet eens meer. Ik zit nog met getallen van vorig jaar omhoog. Dus dat gaat sowieso fout zijn. Oké, ik heb één in mijn hoofd. 3, 2, 1. 150. Dat was inderdaad 150. Ik zou ook 150. Jij zou ook 150? Ja. Lekker bezig hoor. 150 views. Yeah. Wat vind ik zelf mijn beste eigenschap? Ben je klaar voor? Nina denkt, heeft hij überhaupt goede eigenschap? Ben je zoeken, hè? 3, 2, 1. Hard werken! Ja, je hebt het goed. Dit is staan. Voor alle kijkers die nog niet wisten. Kelvin's leven draait om werken. Dit is top. Hallo! Oh, ze zijn gelijk! Oh, de hele tijd. Ze zijn gelijk. Maar waarom zijn jullie blij dat je gelijk bent? Het is een strijd. Ja, ik gun het Jart. Ik gun het Jart. Hoeveel kost een gesponsorde video op mijn kanaal? Jelfem, ik ga helaas, als zij hun antwoorden zeggen, even bliepen. Want het is voor mij niet heel verstandig om dat te zeggen, want dan krijg ik allemaal backlash. Editor, als je dit ziet, waarschijnlijk wel, want het is je werk. Bliep even alles wat met getallen te maken heeft vanaf nu. Ik werk in de industrie en ik kan stellen dat ik denk dat ik ga wachten tot Kelvin aftelt. Dat ik dan gelijk tijd gaan beantwoorden, want anders dan kan ik niet naar voordeel. Dus zeg ik. Ready? Ja. Ja, het heeft gelijk! Je hebt zoveel geld en dan moet ik de helft van de boterham betalen. Lekker, ja, hey! Ik werk in de scene!
gezien! Dat voor. Dat heb ik gezien! Wat was mijn allereerste nickname op internet? En dit is nog voor de Kelvlog, dit is nog voor Kaasworst, Kaakje Studios. Oh, ik wil net zeggen ding. Nee. Oké, 3, 2, 1. Kelvinnetje. Kelvinnetje? Ja, I don't know. Het is allebei fout. Wat was dat? Calvino. Oh. Calvino. Jij staat nog steeds voor. Noem mijn duurste kledingstuk. Degene die het meeste euro's zegt, wint. Ja, maar kledingstuk die je zelf hebt gekocht, maar ook gesponsord. Ook gesponsord, maakt helemaal niks uit. 3, 2, 1. 305. Wil je naar Boys Club over hem? Ik dacht, je moet het aantal euro's zeggen. Nee! Ik krijg geen kledingstuk ervoor. Paniek! Hoezo krijg ik kleding? Je hebt dezelfde kledingkast! Nee, we hebben apart nu! Oh! Ja, ik weet het allemaal niet hoe dit. Want ene kopje tweedehands, andere kopje dit. Ik weet het niet. Ik geef het aan jou, mag binnen. Ik heb honger. Nina altijd goed. Hij zei 350, hij zei iets van 180. Dus jij hebt gewoon het systeemgebied. Hij wil gewoon een spannende finale maken. Het is een vraag over een getal. Degene die er dichtst bij in de buurt zit, wint. Oké. Okay. Maar voordat we daar naartoe gaan, hey Kel fam, what's good? Abonneer even op mijn kanaal. Volg me op Instagram. Volg me op Yard Struik. Volg me op Nina, Nina Waring. Hey, join it, man. It's always fun. Hoeveel abonnees heb ik op dit moment? Schrijf een aantal in je telefoontje. De spanning is te snijden. Dames en heren, jullie zien hier nu in beeld het juiste antwoord staan. Nee! Eerste getal: 7. Dat klopt. Oké, okay, en dan? 7. Dit is 6. 6. Oké. Okay. Ga door. 6. 7. Ga door. 0. 8. 9. 0. Nina had het goed. Oeh!